Als je in een grote organisatie werkt, wat deze natuurlijk is, dan moet je zorgen dat je echt voortdurend alle mensen meeneemt in hetgeen wat je wil bereiken. Het eerste wat je wil is een betrokken aandeelhouder. Nou, en je kunt geen betrokkener aandeelhouder voorstellen dan melkveehouders die ook nog eens keer voor 100% van hun inkomen afhankelijk zijn van de onderneming. Nou, dan ben je wel betrokken hoor. We hebben natuurlijk een interessante balans tussen aan de ene kant boeren die overdag 80 tot 100 melkkoeien hebben. En aan de andere kant zijn dat ook mensen die een hele lange loopbaan en carrière hebben gehad in het bedrijfsleven. Dus het is een hele interessante mix. Dus hoe ik me daarin staande hou is door het eerlijke verhaal te vertellen. Zorgen dat je geen goed weershow ophangt, maar dat je ook laat zien waar onze uitdagingen liggen. Er moet een stimulans zijn waardoor mensen harder gaan lopen. En dat mag ook best een beetje prestatiegedreven zijn, daar is niks mis mee. Maar je moet het wel kunnen plaatsen in een langere termijn doelstelling. Ik probeer heel vaak de vraag waarom en hoe en wat te stellen, zonder snel zelf tot conclusies te komen. In ons strategieproces zijn we begonnen met een purpose, en dus een doelstelling voor de onderneming. Waarom zijn we nou eigenlijk hier? En die hebben we veel breder geformuleerd dan, laten we zeggen, meer omzet en meer winst maken. Deze doelstelling is heel leidend geworden in de acties die ik neem en die we denk ik als raad van bestuur nemen. Kijk, ik denk wel dat er een houdbaarheidsdatum zit aan elke positie. Kan ik de energie geven aan de mensen net zoals ik dat in het eerste jaar deed? Ik denk als je antwoord is dat je alles gegeven hebt en dat je heel veel veranderd hebt, maar dat het ook tijd is om weer wat nieuws te gaan doen, ja, dan moet je die stap nemen. Ik heb zelf nog niet het idee dat ik daar ben, omdat het een bedrijf is wat ook voortdurend in verandering is. Dus ik hoop daar nog een tijd aan te kunnen toevoegen. Ik heb eigenlijk nooit stappen genomen met als doel, oké, ik moet naar een toppositie. Ik zou eigenlijk ook iedereen aanbevelen om stappen te nemen die je op dat moment heel erg leuk vindt.